What's up guys, het is Paul hier, nieuwe video. En het onderwerp van vandaag is hoe zorg je ervoor dat mensen je respecteren, zelfs wanneer je jong bent. Dit is een onderwerp dat ik vaak de vraag over krijg online, over hoe kan ik nou als jonge gast meer respect opbouwen richting mijn ouders toe. Hoe kan ik bijvoorbeeld die business beginnen terwijl ik nog geen 18 ben en dat mijn ouders me wel supporten en mij gaan steunen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn ouders en andere mensen om mij heen mij respect geven? Want dat is natuurlijk een ding dat iedereen als man graag wil. Nou, respect ten eerste dwing je af. Alle goede dingen in het leven moet je eigenlijk keihard voor werken. En de waarde zit dus niet in het eindresultaat, maar in het harde werk dat je ervoor levert. Mensen respecteren andere mannen die ze inspireren. Zorg ervoor dat je een inspirerende man bent. Dat je jezelf aan je afspraak houdt. Dat je het meeste uit jezelf houdt. Hoe ik respect heb afgedwongen bij andere mensen is door eigenlijk te doen wat ik zei dat ik ging doen. Ik heb dus bijvoorbeeld extreem goede resultaten behaald voor mijn eigen dropshipping business. En extreem goede resultaten voor mijn studenten, voor mijn coaching business. Eigenlijk die twee dingen, daar heb ik allebei respectabel goede bedragen mee kunnen omzetten. En eigenlijk ben ik daardoor respect af gaan dwingen door de persoon te worden, door resultaten te behalen, door intelligenter te worden, door mijn tijd te investeren in cursussen, boeken, door mijn tijd en kennis te investeren en een slimmer en algemener mens worden en eigenlijk degene die tegenover je zit te domineren. En zo close je ook meer deals in het leven door dominant te zijn, heb ik zelf gemerkt. Oké. Nummer 1, makkelijkste manier om succes af te dwingen is in shape zijn. Als je nu broke bent en je hebt geen geld, ga dan in shape komen, ga dan naar de gym, ga dan veel sporten. Niet de gemiddelde shape, maar echt een serieus fysiek. Dat is iets waar ik nu zelf ook weer mee bezig ben om mijn fysiek weer naar het next level te tillen. Aangezien ik de laatste tijd een blessure heb gehad, onderrugblessure en schouderblessure, dat ik even uit de gym ben geweest. Maar ik ga zeker weer vanaf volgende week maandag 5 tot 7 keer in de week beuken, elke week. Fitnessen, beter in mijn vel zitten, dat mensen hun hoofd omdraaien wanneer ze je zien. Maar dit opent de deur en maakt het leven zoveel makkelijker voor andere connecties. Dus als je geen geld hebt, creëer eerst de discipline van een gezond lijf door veel te trainen en gezond te eten. En dat zal de rest van je leven ook een stuk makkelijker maken. Doe iets wat de meeste mannen niet zullen doen. Doe iets zwaars. Ga dus naar de gym. Neem een ijsbad. Koude douche. Start die business. Beklim een berg. Run een marathon. Reis de wereld rond in je eentje. Ga in militaire dienst. Allemaal moeilijke dingen. Moeilijke dingen die mensen niet willen doen. En door deze dingen juist wel te gaan doen, ga je dus progressie maken in life. Groei maken in life. En ja, daar dwing je ook respect mee af door dit soort moeilijke dingen te doen. Doe bijvoorbeeld 100 sales calls op een dag als je een closer bent. Als je bijvoorbeeld een dropship business hebt, test dan 5 producten per dag. En leer elke dag van wat je doet. Dat zijn eigenlijk dingen die de meesten niet zullen doen, een business starten. Bijvoorbeeld een risico nemen door bijvoorbeeld naar een ander land te gaan, et cetera. Oké, het opbouwen. Iets voor jezelf op kunnen bouwen. Een bedrijf, een lichaam, een huis, een familie. Iets wat ik de afgelopen jaren heel erg hard aan heb gewerkt, zijn de bovenste twee. Een bedrijf en een lichaam. Die zijn in redelijk goede staat. Ik wil wat harder gaan werken aan mijn persoonlijke lichaam. En die journey met jullie ook gaan delen hoe ik weer, laten we zeggen, 10 kilo weer kan aankomen in de komende periode en weer een ongelooflijk beest kan worden. Een huis, wat ik zelf van plan ben om te doen, is vanaf volgend jaar Nederland te gaan verlaten, permanent. Ja, zoals velen van jullie misschien ook al weten, ik reis eigenlijk maandenlang de hele wereld over. Over 2 weken ga ik naar Bali, ga ik 2 maanden lang in Bali zitten. Ik ga nog naar Istanbul dit jaar. Dus ik ben eigenlijk op meerdere plekken dit jaar. En dat doe ik eigenlijk al een aantal jaar. En dat doe ik door de financiële vrijheid van dropshipping. Ik ben in 2019 begonnen met dropshipping en dit heeft ervoor gezorgd dat ik heel de wereld kan rondreizen. En nu ben ik op een niveau gekomen dat, hey, ik wil wat teruggeven aan de community. Teruggeven aan jullie, teruggeven aan de jongere kijkers. Gasten die kijken die ongeveer 18 tot 25 zijn en nog niet zijn in life waar ze graag willen zijn. Of zelfs jonger dan dat. En daar wil ik dus mijn nieuwe huis op een andere plek in de wereld gaan inzetten. Dus ik ga jullie mijn hele journey meenemen hoe ik Nederland ga verlaten, hoe ik uit huis ga. En hoe dat voor mij is om privé dat soort dingen te doen. Dus ik hoop dat jullie dat ook interessante content uiteindelijk zullen vinden. En dat je hier iets aan hebt gehad vandaag. Daarnaast is natuurlijk het starten van een familie iets wat je kan doen op latere leeftijd. Ik ga jullie helemaal meenemen in mijn eigen journey. Omtrent dropshipping nog veel meer. Omtrent dit soort
goede tips waar je echt iets mee kan in plaats van bullshit guru video's. Vond je dit nou helemaal tof? Drop even een like hieronder. Het zou mij superveel motivatie geven en waardering als je abonneert of een like geeft op deze video of een comment. Dan kan ik nog doorgaan met superveel van deze video's voor jullie maken. Ik hoop dat je dit super waardevol vond. Volg me op Instagram Paul van Sprundel of Facebook Paul van Sprundel. En ik spreek je snel. Ciao, ciao.